Welkom bij dit taalbeschouwingscollege met als onderwerp nut en noodzaak van ontleden. Er hoort bij dit college een handout en die kun je vinden op mijn website www.henkwolf.nl/cursusmateriaal. Heb je die niet bij de hand, pak hem er nu eerst even bij en dan zul je zien dat er op die handout een heleboel vragen staan. Nou, probeer in elk geval voor de eerste vraag met de bijbehorende deelvragen antwoorden te formuleren voordat je de rest van deze video bekijkt. Mooi, nou dan beginnen we met de eerste vraag. Die zie je hier staan en dat is een vraag en daarvan heb je waarschijnlijk gemerkt dat die ervoor bedoeld is om jou eens te laten nadenken over wat je nu voor kennis van ontleden nodig hebt om allerlei type vragen te beantwoorden. Dus kijken naar die eerste. Hoe werkt in het Nederlands de zinsdeelproef? Nou, dat is een vraag die ben je natuurlijk, als je je bezighoudt met het lesgeven in ontleden, al heel vaak tegengekomen. Hey, ik denk iedereen weet, als je een groepje woorden in zijn geheel vooraan in een zin kunt zetten voor de persoonsvorm, dan beschouwen we dat groepje woorden als één zinsdeel. En dat is heel handig als je bijvoorbeeld de persoonsvorm wilt vinden of als je wilt kijken of een groep woorden een zinsdeel vormt. Nou, dan is een vervolgvraag en die staat niet op de handout. Hoe kan het nou eigenlijk dat die zinsdeelproef in het Nederlands werkt? En daar moet je misschien even over nadenken en ik ga een klein beetje helpen. Want het Nederlands heeft een bepaalde eigenschap die maakt dat we dit hele handige trucje kunnen uithalen. Die eigenschap van het Nederlands heeft ermee te maken dat we één bepaald element van de zin altijd op een vaste positie neerzetten. Nou, welk element is dat en wat is die vaste positie? Het is natuurlijk een open deur. Dat element is de persoonsvorm, het werkwoord dat zich in zijn vorm aanpast aan het onderwerp. En die positie, dat is de tweede. Niet het tweede woordje, maar het tweede zinsdeel. Dat vertelt ons iets over de manier waarop wij zinnen maken. Blijkbaar zijn zinsdelen dingen waar wij in ons hoofd echt mee werken onbewust. En die ordenen we op een bepaalde manier. En als we dat doen, zorgen we er in het Nederlands altijd voor dat dat zinsdeel persoonsvorm op een vast plekje belandt, namelijk het tweede. En dat we een plekje vrij houden voor iets anders. Dat kan het onderwerp zijn, hè? Bijvoorbeeld in Jan fietst naar de markt. Dat kan een of andere bijwoordelijke bepaling zijn, zoals in gisteren fietste Jan naar de markt of naar de markt fietste Jan gisteren. Dat kan een of ander voorwerp zijn, bijvoorbeeld een leidend voorwerp. Het cadeautje gaf Jan aan zijn moeder. Of een meewerkend voorwerp. Aan zijn moeder gaf Jan een cadeautje. Of een voorzetselvoorwerp. Daaraan denk ik niet vaak. Op de een of andere manier herkennen wij al die verschillende dingen die op de eerste plaats kunnen komen als zinsdelen en manipuleren we die zin zo dat al die dingen precies dat ene plekje kunnen innemen voordat we de persoonsvorm neer gaan zetten. Nou, dan gaan we naar een paar normkwesties toe. Je ziet daar twee zinnetjes op de handout staan bij B. Jan is 2 keer zo groot dan Leo en het bier is hier niet duurder als in Nederland. Misschien dat er zinnetjes bij zitten die voor je gevoel prima klinken, hè? Maar er is een norm in het geschreven Nederlands in elk geval, misschien ook in wat formeler gesproken Nederlands, dat je deze zinnetjes niet hoort te gebruiken. Nou, wat is er nou mis mee? De simpele variant van het antwoord die iedereen kan geven die op school heeft opgelet is: in het eerste zinnetje moet niet dan staan, maar als, en in het tweede zinnetje moet niet als staan, maar dan. Heb je nog een beetje beter opgelet op school, dan kun je ook zeggen waarom. In het eerste zinnetje, daar hebben we te maken met de stellende trap van groot, het woordje groot. En als daar een voegwoord van vergelijking achter komt, dan gebruiken we altijd als en mogen we niet dan gebruiken. En in het tweede zinnetje hebben we te maken met de vergrotende trap van duur.
En na een vergrotende trap krijg je als voegwoord van vergelijking niet als, maar dan. Is althans het voorschrift de norm. Nou, dit kun je ook op allerlei andere manieren proberen uit te leggen. En dan beland je vaak in de sfeer van de trucjes en de ezelsbruggetjes. Is er sprake van gelijkheid of niet? Je kent dat wel. Meestal werken ze niet zo verschrikkelijk goed, hè? Alleen maar bij speciaal geconstrueerde zinnetjes. Wil je deze norm werkelijk kunnen overbrengen en kunnen toepassen, dan heb je dus behoefte aan de termen voegwoord van vergelijking en aan de termen stellende en vergrotende trap. En dus dat stukje kennis van ontleden met het bijbehorende inzicht heb je nodig om zo'n norm voor het geschreven Nederlands goed te kunnen volgen. Gaan we naar vraag C. Indianen in kinderboeken en stripverhalen zeggen zinnen als mij willen naar huis en mij gaan eten. En je kent dat misschien nog van Hiawatha uit de Donald Duck van vroeger. He, die praten zo. De schrijvers van die stripverhaaltjes die gebruiken een bepaald procedé om van normaal Nederlands zo'n indianentaaltje te maken. Wat doen ze nou eigenlijk? Nou, laten we eens beginnen met kijken naar wat normaal Nederlands zou zijn. Het normale Nederlandse equivalent van mij willen naar huis is natuurlijk ik wil naar huis. Wat is er verschillend tussen ik wil naar huis en mij willen naar huis? En je ziet dat in die twee zinnetjes twee woorden van elkaar verschillen. Hè? Mij en ik en willen en wil. Nou, laten we eens beginnen met dat laatste paar, willen en wil. Wat voor vorm van het werkwoord is willen in mij willen naar huis? Een aantal mensen zeggen nu misschien, hé, dat is de meervoudsvorm. Andere mensen die zeggen, hé, dat is de infinitief, het hele werkwoord. Die hebben in het Nederlands dezelfde vorm. Daar kun je over twisten. Hè? In principe is dat allebei te verdedigen. Je kunt er nog een proefje mee doen. Er is één werkwoord en dat heeft een vorm die alleen optreedt als infinitief, als hele werkwoord. En niet als meervoudsvorm. En dat is wezen. Dan gaan we eens voor je na of in jouw hoofd als Indianentaal goed klinkt. Mij wezen, lieve Indiaan. Of dat je alleen kunt zeggen, mij zijn goede Indiaan. Dan weet je wat voor procedé jij altijd hebt gebruikt om dit soort Indianentaal te construeren. Hè, of je daar een meervoudsvorm of een infinitief plaatst. Dan mij en ik. Wat is het verschil tussen die twee? Nou, laten we eens heel simpel beginnen. Wat is de woordsoort van zowel mij als ik? Dit zijn natuurlijk voornaamwoorden, hè, zogenaamde deictische voornaamwoorden. Deictisch wil zeggen dat ze verwijzen naar iets ten opzichte van de spreker, hè, in dit geval de spreker zelf. En het zijn ook allebei zogenaamde persoonlijke voornaamwoorden. Nou is de vraag, wat is dan het verschil? Het zijn allebei persoonlijke voornaamwoorden. Ze verwijzen allebei naar de spreker zelf. Hè? Dan noemen we ze eerste persoon enkelvoud. Maar wat is nou het verschil? Dat kun je nagaan als je er een zinnetje mee maakt. Wat zou jij zeggen? Ik zie mijn buurman of mij zie mijn buurman? Als je er even over nadenkt, dan merk je dat als dat persoonlijke voornaamwoord het onderwerp van de zin is, je altijd ik gebruikt en nooit mij. Ik is de zogenaamde onderwerpsvorm van het persoonlijk voornaamwoord van de eerste persoon enkelvoud. Mij is zijn zogenaamde niet-onderwerpsvorm. Dus de tegenhanger die je gebruikt als dat persoonlijk voornaamwoord van de eerste persoon enkelvoud geen onderwerp van de zin is. Het kan dan bijvoorbeeld een leidend voorwerp zijn. Hij ziet mij of een meewerkend voorwerp. Ze geeft mij een cadeautje. Het kan na een voorzetsel komen. Denk aan mij. In al die gevallen dat het geen onderwerp is, gebruik je niet ik, maar mij. Nou, dan hebben we in elk geval een hypothese voor hoe dat maken van zo'n Indianen-Nederlands werkt. Je vervangt de normale persoonsvorm door of de meervoudsvorm of het hele werkwoord. En je vervangt de onderwerpsvormen van de persoonlijke voornaamwoorden door de niet-onderwerpsvormen. Nou, dan gaan we kijken
of die hypothese te toetsen is op ons tweede zinnetje, mij gaan eten, is gaan inderdaad zo'n meervoudsvorm of zo'n hele werkwoordsvorm van gaan? Ja, natuurlijk. Is mij ook de niet-onderwerpsvorm van het normaal gebruikte ik? Ja, natuurlijk. We kunnen de hypothese nog testen op andere zinnetjes. Stel, je hebt hij loopt naar het bos. Hoe zou dat klinken in zo'n Indianen-Nederlands? Klopt het dat we dan gaat vervangen door de meervoudsvorm of het hele werkwoord gaan en hij door de niet-onderwerpsvorm en dat is bij hij hem? Dan zou je krijgen hem gaan naar het bos. Nou, volgens mij is dat precies wat de meeste makers van dit soort Indianenstripjes zouden doen. Ons nemen een zaag. Ons zagen een gat in de bodemwand. Ons nemen een schep. Ons graven een tunnel. En ons gaan door de tunnel 1, 2, ploepers naar de buitens. Om dit procedé nou te kunnen uitleggen, heb je dus weer een aantal begrippen nodig uit de ontleedtheorie. Dat zijn in elk geval persoonlijk voornaamwoord, onderwerpsvorm, niet-onderwerpsvorm en bij het werkwoord persoonsvorm en hele werkwoord of infinitief. Dan komen we bij 1D en dat is een normkwestie en die heeft te maken met hoe je leidende zinnen maakt van zinnen met verzoeken erin. Nou, laten we eerst eens kijken naar wat nou de bedrijvende tegenhanger is van die zinnen, de eigens worden of wordt verzocht hierover te stappen. Dat is zoiets als de conducteur verzoekt de reizigers hierover te stappen. Die zin die heeft in elk geval een onderwerp. De conducteur die heeft een gezegde verzoekt en die heeft nog twee andere zinsdelen. De reizigers en hierover te stappen. De ontleding, de benoeming van die laatste twee is belangrijk voor hoe jij denkt over normen voor leidende tegenhangers, de reizigers worden verzocht of wordt verzocht hierover te stappen. Stel dat je zegt, de conducteur verzoekt de reizigers hierover te stappen, daarin is de reizigers het meewerkend voorwerp. Sommige mensen kunnen dat hard maken, die kunnen zeggen, je kunt ook zeggen, de conducteur verzoekt aan de reizigers hierover te stappen, dan kun je eraan. Kun je de reizigers aanplakken? Nou, dat is een criterium dat we vaak gebruiken om het meewerkend voorwerp te identificeren. Als dat kan, dan zou je te maken hebben met de reizigers als meewerkend voorwerp. Van meewerkende voorwerpen kunnen we doorgaans in een leidende zin geen onderwerp maken. En dat zou ervoor pleiten om iets anders te benoemen als het leidend voorwerp. En dat andere wordt dan onderwerp van de bedrijvende zin. En dan blijft er alleen voor over het stukje hierover te stappen. Dat zou leiden tot de zin, de reizigers wordt verzocht hierover te stappen. Dit is een beetje de klassieke beredenering van waarom of dit van die twee varianten de beste zou zijn. En die veronderstelt wel dat jij de conducteur verzoekt aan de reizigers om hierover te stappen, dat je dat een goede zin vindt. En dat vindt niet iedereen. Je kunt ook anders redeneren. Je kunt ook zeggen, de conducteur verzoekt de reizigers over te stappen. Daarin is de reizigers het leidend voorwerp. En van het leidend voorwerp maken we in een leidende zin het onderwerp. Dan past de persoonsvorm zich aan. En dan zou je inderdaad krijgen, de reizigers worden verzocht hier over te stappen. Dan blijft wel de vraag over, wat is dan dat stukje hier over te stappen? Dat is nog niet zo makkelijk, maar er zijn in ieder geval aanwijzingen voor dat het een beetje een gek voorzetselvoorwerp is. Hoe kun je dat beredeneren? Nou, je kunt zeggen, bij verzoeken hoort altijd naast degene aan wie het wordt verzocht, een of andere voorzetselgroep. Je verzoekt iemand om iets of tot iets. De reizigers worden erom verzocht om over te stappen, of ze worden ertoe verzocht om over te stappen. En dat kun je laten zien doordat je zo'n voorlopig voorzetselvoorwerp in de zin kunt stoppen.
hè, erom of ertoe. Hè, de reizigers worden erom verzocht hierover te stappen. Of de reizigers worden ertoe verzocht om hierover te stappen. Nou, dat is ook een mogelijke redenatie. En voor wie niet op zijn eigen taalgevoel durft af te gaan, of wie een redenatie wil hangen aan de acceptabiliteit van deze zinnen, hè, die kan dit soort redenaties gebruiken. Dan E. De zangeres is mooi en ze zingt ook mooi. Waarom moet je nou die twee woordjes mooi op verschillende manieren vertalen als je hier een Engelse zin van maakt? Nou, daarvoor heb je het verschil nodig tussen de begrippen bijvoeglijk naamwoord en bijwoord. Bij de zangeres is mooi heb je een woordje dat iets zegt over een zelfstandig naamwoordgroep of het onderwerp. We noemen dat een bijvoeglijk naamwoord. En in het tweede stukje, ze zingt ook mooi, daar heb je bij mooi een woord dat iets zegt over een werkwoord, over zingen. En dat noemen we een bijwoord. En in het Engels markeer je die bijwoorden over het algemeen door er Lee achter te plakken. The singer is beautiful and she sings beautifully too. Beautifully. Daarin markeert dat Lee de bijwoordstatus van het woordje beautiful. Nou, en dan als laatste van 1. Waarom is La Blanche Maison geen goed Frans? Daarvoor heb je nodig de begrippen bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord. Je moet kunnen aangeven dat in het Nederlands, in elk geval, als regel het bijvoeglijk naamwoord voor het bijbehorende zelfstandige naamwoord komt, terwijl dit in het Frans net andersom is. Daar staat het bijvoeglijk naamwoord achter zijn zelfstandig naamwoord. Goed, dan gaan we naar vraag 2 en die draait helemaal om het zinnetje mijn oom slaapt. Daarbij krijg je als eerste opdracht, bedenk voor elk woord uit dat zinnetje 5 woorden die je ervoor in de plaats kunt zetten zonder dat de zin verkeerd gaat klinken. Nou, laten we eens beginnen met het woordje mijn. Wat kun je daar allemaal voor in de plaats zetten? Ik geef je een kleine suggestie. Hè? Jouw oom slaapt. Nou, waarschijnlijk ga je nu het hele rijtje met zogenaamde bezittelijke voornaamwoorden af. Hè? Zijn oom slaapt, haar oom slaapt, onze oom slaapt, etc. Je hebt er natuurlijk nog veel meer. Neem de oom slaapt. Welke oom slaapt? Iedere oom slaapt. En ga zo maar door. Er zijn dus een heleboel woorden die kun je in de plaats van het mijn zetten. Dan oom. Nou, die is denk ik heel makkelijk. Je hebt er ongetwijfeld al bedacht, mijn tante slaapt. Je hebt vast nog allemaal andere personen in kunnen vullen. Je zou kunnen maken, mijn hond slaapt, mijn achterbuurvrouw slaapt, noem maar op. Voor slaapt is het waarschijnlijk ook niet zo moeilijk om daar plaatsvervangers voor te bedenken. Mijn oom loopt, mijn oom wacht, mijn oom huppelt, etc. Die vervangingsproef die is heel belangrijk voor iets, namelijk het benoemen van woorden als woordsoort. En daarover gaat vraag B. Wat is nou de woordsoort van de woorden die je in de plaats van oom kunt gebruiken? Nou, dat is vrij simpel, neem ik aan. Dat zijn allemaal zelfstandige naamwoorden. Het belangrijkste kenmerk van een zelfstandig naamwoord is dat je het kunt vervangen door een ander zelfstandig naamwoord. Dan C. Wat is de woordsoort van de woorden die je in de plaats van slaapt kunt gebruiken? Nou, dat is ook vrij simpel, denk ik. Dat zijn allemaal werkwoorden. Mijn oom huppelt. Daarin is huppelt van dezelfde woordsoort als slaapt. We noemen die beide woorden werkwoorden. En dat geldt ook voor alle andere woorden die je op die positie kunt plaatsen. Woordsoorten zijn dus eigenlijk groepen woorden die je in elkaars plaats kunt zetten, op zo'n manier dat je steeds een goede zin overhoudt. En daarmee hebben we vraag D beantwoord. En nu komen wij bij een beetje gek probleempje van de moderne schoolontleding in elk geval. Vraag E. Vormen de woorden die je voor mijn in de plaats kunt zetten ook één woordsoort? Nou, dan zeg je, ja, jouw oom slaapt wel. Hè? Die benoemen we over het algemeen allebei als een bezittelijk voornaamwoord. Maar geldt het ook voor de oom slaapt? Nee, dat benoemen we dan meer als een bepaald lidwoord.
En welke oom slaapt, hè, dat benoemen we weer als een vragend voornaamwoord. Nou, zo zie je dat die woorden die je op die positie kunt zetten, die elkaar kunnen vervangen, dat we daar verschillende labeltjes voor gebruiken. En dat is eigenlijk wat gek. En in de wat modernere taalkunde, de wat professionelere taalkunde, gebruiken we daar ook één label voor. Ja, dat is ook logisch, als je die vervangingsproef kunt uitvoeren, zou je verwachten dat je één woordsoort naam kunt hanteren. Nou, die woordsoort naam die we gebruiken voor dingen als mijn, jouw, de, welke, noemen we determineerder. Ja, dat betekent zoiets als bepaalwoord of aanwijswoord, hè, determineerder. Hè, een vernederlandsing eigenlijk van het Engelse determiner. Hè, een veelgebruikte term die alleen in de schoolgrammatica nog geen ingang heeft gevonden. Nou, dan gaan we naar vraag 3. Die gaat over de zin, hij heeft mijn fiets gestolen. En in die zin, daar vind je twee voornaamwoorden. Hè, welke twee zijn dat? Nou, dat is natuurlijk heel simpel, hè? Hij en mijn. En dan is de volgende vraag. Zijn die twee nou onderling uitwisselbaar? Dat zou je verwachten. Hè? We hebben net gezien dat woordsoorten zijn in principe groepjes woorden die onderling uitwisselbaar zijn. Maar geldt dat nou ook voor de voornaamwoorden? Hè? Kan ik bijvoorbeeld zeggen, mijn heeft hij fiets gestolen? Nou, dat blijkt al heel snel, dat kan niet. Hè? Dus die subcategorieën, persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden, zijn blijkbaar niet onderling uitwisselbaar. Hè? En dat is best een beetje gek. We lopen hier dus aan tegen eigenlijk een gebrek in de manier waarop wij dit soort woordjes in het Nederlands benoemen. In elk geval in de schoolgrammatica. Nou, in de moderne wetenschappelijke ontleding hebben woordjes als mijn en de en deze en welke en iedere, hè, die we net hebben gezien, dezelfde woordsoort, die hebben we net ook benoemd. Hè? Dat zijn die determineerders, die determiners. Is dat logischer dan de bestaande indeling? En het antwoord is natuurlijk eigenlijk wel. Het is in elk geval consequenter. Als je dat vervangingscriterium hanteert, dan is dit eigenlijk de logische gang van zaken. Komen we bij een andere consequentie van onze manier van ontleden. Deelwoorden die worden nu tegenwoordig, afhankelijk van het gebruik, de ene keer als werkwoord benoemd, en de andere keer als bijvoeglijk naamwoord. He, van allebei een voorbeeld, nou, denk ik makkelijk te doen. Je kunt ze als werkwoord benoemen he, in zinnen als he, ik heb een broodje gegeten. He, en je kunt ze als bijvoeglijk naamwoord benoemen als het gegeten broodje ligt bezwaar op de maag, iets dergelijks. He, ook daar kun je dat vervangingscriterium toepassen. He, en ik heb een broodje gegeten. Kun ik zeggen, ik heb een broodje gezien. Ik heb een broodje weggegooid. Ik noem maar wat. He, en bij het gegeten broodje ligt me zwaar op de maag. Kun je ook zeggen, het lekkere broodje of het dure broodje. Of he, weet ik wat voor soort broodje ligt me zwaar op de maag. He, en dan vervang je gegeten steeds door andere bijvoeglijke naamwoorden. Dat is best een beetje gek, he, dat je steeds hetzelfde woord eigenlijk aan verschillende labels kunt geven. Dat is ook niet de oorsprong van de benoeming deelwoord. He, deelwoorden zijn oorspronkelijk een woordsoort op zich. En wat denk je nou dat daar voor logica achter zit? Nou, dan moet je even denken aan hoe dat woord precies is opgebouwd. Deelwoord, hè, bestaat uit twee stukjes, deel en woord. Woord is logisch, maar waar staat dat deel nou eigenlijk voor? Nou, deel wil zeggen dat je te maken hebt met woorden die voor een deel zich gedragen als werkwoorden. Je kunt er bijvoorbeeld de voltooide tijd van werkwoorden mee vormen, maar die zich voor een deel ook gedragen als naamwoorden, als bijvoeglijke naamwoorden, soms ook als zelfstandige naamwoorden. De discussie heeft niet in het Nederlands plaatsgevonden, hè? Dus het is natuurlijk een vertaling van participium, part in zit, deel, hè, waar die discussie ook kon worden gevoerd. Hè, want ook in het Latijn hebben deelwoorden dit dubbele karakter. Aan de ene kant zet een beetje werkwoordachtige dingen, aan de andere kant zet een beetje naamwoordachtige dingen. En het is wat gek
dat wij ze niet in die zin apart benoemen. Nou, ik blader hem dus even verder. Gaan we naar vraag 4. In de Nederlandse ontleding worden traditioneel verschillende voorwerpen onderscheiden. En voorwerpen zijn eigenlijk alle dingen die min of meer verplicht zijn naast het onderwerp en het gezegd. Dus in elk geval een mogelijke definitie. En die voorwerpen die benoemen we vaak nog wat specifieker. Hè? We gebruiken daar heel vaak subcategorieën voor. Hè? En drie gebruikelijke zijn leidend voorwerp, meewerkend voorwerp en oorzakelijk voorwerp. Nou, is het gekke dat die driedeling eigenlijk niet zo verschrikkelijk goed bij het Nederlands past. Het is een driedeling die ontstaan is in talen met hele duidelijke naamvallen. In die talen, daar was een oorzakelijk voorwerp, zo'n verplicht zinsdeel, min of meer verplicht zinsdeel, naast onderwerp en gezegde, dat in de tweede naamval stond. Je hoefde niks ingewikkelds te doen om te beredeneren of iets een oorzakelijk voorwerp was. Dat kon je gewoon zien aan de uitgang op de woordjes die erin stonden. Dat geldt ook voor het meewerkend voorwerp. Ook dat was zo'n min of meer verplicht zinsdeel naast onderwerp en gezegde. Maar daarvan stonden al die woordjes in de derde naamval. En bij het leidend voorwerp had je van hetzelfde laken een pak, maar dan stond dat zinsdeel in de vierde naamval. Dan is vraag A, waarom is het in het moderne Nederlands niet meer zo makkelijk om die drie voorwerpen aan te wijzen? Nou, tweede naamvallen gebruiken wij eigenlijk niet meer. En tussen de derde en de vierde is het ook nog maar de vraag of je daar überhaupt nog verschil tussen hebt. En je kunt het ook niet zien. Hè? Je ziet niet meer aan woorden in welke naamval ze staan. En dus dit is eigenlijk een hele rare indeling die helemaal niet zo goed past bij die taal die het moderne Nederlands is. Nou is het vreemde dat wij wel proberen om die driedeling te redden met criteria die eigenlijk een beetje raar zijn. Die zijn wat aangepast aan het Nederlands. Wij willen niet helemaal af van die indeling in die drie type voorwerpen. En een criterium dat we bijvoorbeeld vaak gebruiken om iets een meewerkend voorwerp te noemen, is dat je het kunt laten beginnen met een voorzetsel. Dat voorzetsel moet je dan ook weer kunnen weglaten. En een gebruikelijk voorzetsel waarmee je dat trucje kunt uithalen, dat is aan. Als ik zeg, mijn vader gaf mijn moeder een cadeautje, dan benoemen we mijn moeder als meewerkend voorwerp, omdat je dat kunt laten voorafgaan door aan. He, mijn vader gaf aan mijn moeder een cadeautje. Nou, dan een zinnetje als ze gaf Jan een stomp, bij vraag B. Hoe zou je Jan nou benoemen? Nou, als ik dat aan studenten vraag, dan zeggen ze eigenlijk allemaal meteen als meewerkend voorwerp. En dan vraag ik even door, waarom? En dan zeggen ze, nou ja, je kunt er aan voorzetten. Vraag ik, maar is dat eigenlijk wel zo? Heb jij ooit in je leven iets gezegd als ze gaf aan Jan een stomp? Dan gaan mensen even nadenken en zeggen ze, nee, eigenlijk niet. Klinkt het eigenlijk wel normaal? Nee, eigenlijk niet. Dat aan, dat kun je bij geven alleen plaatsen voor mensen die werkelijk iets ontvangen in de zin van een cadeautje. Maar zo snel als je dat geven enigszins overdrachtelijk gebruikt, zoals bij iemand een stomp geven, dan past dat aan er helemaal niet meer voor. Dan kunnen we dat criterium dus eigenlijk niet meer goed gebruiken. En dan is dan maar de vraag wat je dan eigenlijk aan moet met zo'n woordje als Jan. Als dan geen meewerkend voorwerp is volgens dat criterium dat je het kunt laten beginnen met een voorzetsel, ja, wat is het dan wel? Dat is een open vraag die laat zien hoe gebrekkig eigenlijk die schoolgrammatica in een aantal opzichten is. Zeker als je hem vergelijkt met dat hele heldere Latijnse systeem waar je heel simpelweg keek naar de naamval waarin een woordgroep stond en dan meteen wist of je te maken had met een genitief, een datief of een accusatief, hè? Zoals de tweede, derde en vierde naamval ook al werden genoemd. Nou, en daarmee komen we natuurlijk ook al bij vraag C. Is die indeling in oorzakelijk, meewerkend en leidend voorwerp nog wel zo zinvol voor het moderne Nederlands? Misschien niet in alle opzichten. Ja, het is een open vraag wat mij betreft. Het is een nadenkvraag. Maar die helderheid die het Latijn had en die het huidige Duits voor een groot deel ook nog heeft, heb je in het Nederlands niet meer wat die naamvallen betreft.
en alle alternatieve criteria die we gebruiken om die driedeling toch te redden, die zijn allemaal enigszins gebrekkig. Nou, wat hebben we gezien in dit college? Allereerst dat als je over taal wilt praten, je een bepaald instrumentarium nodig hebt, dat je over taal moet kunnen nadenken en dat je een bepaalde basiskennis van taal moet hebben. Dat speelt bijvoorbeeld als je praat over ontleden en wat we gewend zijn, maar ook als je praat over normkwesties in taal en ook bij het vreemde talenonderwijs. Je kunt er niet omheen om een bepaald instrumentarium te gebruiken en om enige kennis te hebben van waar wat voor soort woorden en wat voor soort zinstelen in een aantal talen normaal gesproken staan. En je moet er ook over kunnen nadenken. Nou, en het hebben van een instrumentarium maakt dat makkelijk. Wat we ook hebben gezien is dat taalkundige begrippen soms heel goed aansluiten bij ons gevoel. Als je het vervangingscriterium gebruikt om woordsoorten te definiëren, dan is dat heel makkelijk. Dan kun je heel snel bedenken, oh, dit woord hoort tot een bepaalde woordsoort, want het is uitwisselbaar met dat woord. Alleen, en dan lopen we tegen de grenzen van onze schoolgrammatica aan, in de praktijk werkt dat niet altijd zo. Er zijn bepaalde vakbegrippen ingeburgerd in die schoolgrammatica die niet meer zo goed aansluiten bij ons gevoel. Die komen soms uit andere talen, uit vorige taalfasen, die sluiten soms aan bij verouderde inzichten. En om effectief over taal te kunnen praten, moet je je daarvan bewust zijn. Als dat het geval is en je durft na te denken over hoe taal in elkaar zit, dan kom je erachter dat sommige problemen die je tegenkomt bij het ontleden, dat die er helemaal niet uit voortkomen dat jij misschien onnozel bent of iets dergelijks, hè? Maar die zijn dus ontstaan doordat het instrumentarium gewoon niet zo verschrikkelijk handig is. En als je daar maar van bewust wordt, dan ben je bezig met iets heel belangrijks, namelijk echte taalbeschouwing. En dat is uiteindelijk veel belangrijker dan dat jij in staat bent om één labeltje op een woord of op een zinsdeel te plakken in de zinnetjes die de makers van methodes speciaal hebben geconstrueerd.